vandaag vrijdag de 13e, 13 juli. En ik ga zo naar Berlijn. Er is een hele dag georganiseerd door James Bond Deutschland. Omdat Octopussy 35 jaar bestaat dit jaar. En vandaag is reisdag, dus ik ga zo vertrekken. Daar staat mijn fiets. Het is een stukje fietsen naar het station. En dan met de trein naar Berlijn. Als het goed is kom ik daar aan het eind van de dag aan. Ik heb er zin in. Woehoe! Eerste deel van de reis ging prima. Van Utrecht naar Amersfoort. Geen probleem. Ik heb een half uurtje voordat de trein naar Berlijn vertrekt. Dus ik denk, je moet jezelf maar een beetje verwennen af en toe. Dus, Starbucks. Hier achter me staat het vertrekbord van de trein naar Berlijn. Hij gaat over een kwartiertje. Dus ik ga nog maar even ergens een boekje lezen of zo. En dan gaan we zo. Oké, ik heb de trein gehaald. Ik ben bijna bij Enschede en dan zijn we zo bij de grens. En volgens mij heb ik nog ongeveer 5 uur voor de boeg. Maar dan als het goed is rol ik Berlijn binnen. Het is een prachtige dag. Ik ben er. Ik ben in Berlijn. Hauptbahnhof. En het is hier cool. Het is lekker warm en ik ga op zoek naar mijn hotel. En als ik ondertussen een plekje tegenkom met een mooi terras, dan ga ik er even lekker zitten. Ik heb het hotel gevonden. Half uurtje lopen vanaf het station. Het zit hier achter me. Ik ga inchecken en kijken hoe mijn kamer eruit ziet. Dit is de gang van mijn hotel. En ik zit dus helemaal aan het eind van de gang. Ze hebben me lekker weggestopt. Dus ik moet helemaal teruglopen om met de lift te gaan. En je kan alleen met de lift. Want de trap, die is alleen voor noodgevallen. Tja. De kamer is wel relaxed. Het is een beetje klein en krap allemaal, maar prima. En een mooi badkamertje, toppie. Ik heb nog 1,5 uur en voordat ik mensen ga ontmoeten voor avondeten, dus ik ga nog maar even de stad in en Berlijn ontdekken. Ja. En dan loop je door Berlijn en dan sta je ineens midden in een fantastisch groot park, waar het echt super relaxed is. Sowieso, de hele sfeer tot nu toe in Berlijn is ongelooflijk ontspannen. Iedereen is gewoon relaxed. Het is gewoon een hele relaxte sfeer van doe wat je wilt, doe wat goed voelt. Doe wat goed voelt. En ik weet niet. Ik vind het echt heel ontspannen. Heel anders weer dan Londen. Hele andere vibe. Ik ga nu lekker door het park lopen en ik kijk waar ik uitkom. Ik wou eigenlijk dat ik me op dit moment een beetje beter verdiept had in de geschiedenis van Berlijn. Want ik zit hier midden op een grote straat, die is afgezet. Ik weet eigenlijk niet waarom. Achter me staat een of ander monument. Ik heb nog niet gelezen waar het over ging. Ga ik zo even kijken. Daar achter me zie je ook, even kijken wat we dit gaan doen. Daar, een of andere toren. Dat is volgens mij ook bekend en belangrijk. En helemaal daarachter is de Brandenburger Tor. Ik kan straks ook nog even heen lopen. Ik weet er eigenlijk heel weinig vanaf. Ik heb morgen natuurlijk die tour, maar ik schaam me een beetje. Daar is hij dan, de Brandenburger Tor. Prachtig monument. Als ik nou maar wist waar het voor was. We gaan het nog een keer opzoeken.
Dit monument hier is ter nagedachtenis van alle Joden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En het ziet er een beetje uit als een begraafplaats. Het ligt dus midden in Berlijn. Ik vind het wel heel bijzonder om te zien hoe de Duitsers omgaan met een moeilijke geschiedenis. Dit hier is ook de regio waar vroeger de muur liep, tussen Oost- en West-Berlijn. En overal waar je hier bent, zie je dus gedenkingen daarvan. Het is mooi om te zien, ook al is het lang geleden allemaal. Het is geïntegreerd in het nieuwe Berlijn. Sta je midden in Berlijn, lekker aan het rondlopen. Ben je bij Potsdamerplatz en dan kom je ineens allerlei sterren tegen op de stoep. Ik weet niet of ze te zien zijn. In ieder geval, als je goed kijkt, dan zijn er zelfs bondsterren hier. En deze is van niemand minder dan Ken Adam, de productieontwerper van de vroege bondfilms. Fantastisch om die hier terug te zien. Hij is natuurlijk geboren in Duitsland en heeft hier zijn eigen ster. Super gaaf. En als je dan toch op zoek bent naar beroemde mensen uit het oude Duitse Rijk die hier een eigen ster kunnen hebben, dan heb je natuurlijk ook nog Mr. Blofeld himself uit Spectre. Hier is de ster van Christoph Waltz. Super cool toch? Ik sta hier midden in het Sony Center in Berlijn nog steeds. En dit is de plek waar ze de Duitse premières hadden in het Sony-tijdperk van de James Bond franchise. Het is cool om even te zijn. Er zitten hier allerlei tentjes. Het is hier nog steeds druk, ook al is het vrijdagavond. En je kan hier lekker eten en zo. En het is ook een mediacentrum hier met allerlei Sony-kantoren en gebeurtenissen. Het is leuk om even doorheen te lopen. Oké, het is zaterdagochtend en ik ga straks richting Checkpoint Charlie, waar de tour begint met de bus. Ik dacht misschien wel leuk, ik kom net het hotel uitgewandeld. Dat ligt hier bij Potsdamerplatz. Ja, Potsdamerplatz. En wat ik eigenlijk niet eens wist, maar waar ik dus net achter ben gekomen, is dat hier, ook al is het erg veranderd, ik weet erg niet waar precies, was het circus van Octopussy, waar de film begint. Het is inmiddels helemaal volgebouwd en natuurlijk staat de tent van het circus staat er niet meer. Maar hier zijn die opnames dus geweest. Waar volgens mij was het 009, het achtervolg door Mischka en Grischka. Hier begon dat stuk van hun achtervolging. Dus dit is al meteen een stukje bondgeschiedenis hier. Goed, nu moet ik op zoek naar Checkpoint Charlie en dat is ongeveer 10 minuutjes lopen die kant op. Nu nog relatief rustig, maar toch al veel mensen. Ik denk ik maak nu vast de video voordat de tour begint. Achter mij Checkpoint Charlie. Dus, het is niet echt te zien vanaf hier, maar ik neem straks nog wel even een close-up. Dit is dus, ik sta nu in West en daar is het huisje. En als je dan doorloopt achter mij die kant op, daar ga je naar Oost. Dus dit is waar Bond Oost-Berlijn infiltreren. Niet echt natuurlijk, hè. Het is allemaal trucage. Maar goed, dit is toch wel een stukje geschiedenis weer. En het is een beetje anders, want je hebt nu hier dingen als de McDonald's en de Kentucky Fried Chicken en allemaal dat soort dingen die nog niet echt doorgedrongen waren tot West-Berlijn tijdens de Koude Oorlog. Maar goed. Goed, de tour gaat zo beginnen. We zijn aan het verzamelen bij Checkpoint Charlie. Volgens mij is dit beter, niet tegen de zon in. Duitse efficiëntie krijgt zelfs een gelamineerde badge
zodat je niet kwijtraakt tijdens de tour. Helder toch? Oké, zit in de bus. Hij loopt langzaam vol. Ik rij hem nog even op. 70 mensen in de bus. Het is vooral Duits wat ik hoor, maar er zijn ook mensen uit Denemarken, Engeland en misschien nog wel andere landen die ik nog niet weet. En dan weet ik eigenlijk even niet waar we als eerste heen gaan. Ik ga even in het programma kijken. Oké, er zijn heel wat locaties waar we kunnen uitstappen, maar er zijn ook locaties waar we gewoon langs rijden, omdat we niet gewoon overal kunnen stoppen. Dit is de weg waar we nu rijden, waar Bond en M samen reden op weg naar Checkpoint Charlie. Maakt helemaal geen logica als je het in werkelijkheid bekijkt, maar in de film is het zo geknipt dat het klopt op een of andere manier. Maar we zijn dus helemaal niet meer eens in de buurt van Checkpoint Charlie. Maar goed, sommige punten die hier in de weg zijn, die zie je nog steeds terug. In de film. We verified the Octopussy Circus was in East Berlin when we lost 009. Karl Marx studies further east. Why would General Orloff participate in a jewelry caper? Oh, the jewelry, sir, I think, as if you'll forgive the analogy, only the tip of the tentacle. Well, here's the ID you'll need. Charles Morton, manufacturer's representative from Leeds, visiting furniture factories in East Germany. Carl will take you in. No problem. Remember, 007, you're on your own. Well, thank you, sir. That's a great comfort. Hier op de ringweg rond Berlijn, Avus heet die. Hier is de achtervolging gefilmd tussen Bond en zijn Alfa en de politie. Het is wel cool, vind ik, dat ze dit echt in Berlijn Seite hebben gefilmd. Seite 10 daar. Bis 13 im handout. Page 10-13 in the handout. We gaan zo weer stoppen. We kunnen even uitstappen, maar we kunnen niet zomaar midden op de snelweg stoppen in elk geval. Maar we kunnen zo even de benen strekken, dat is fijn. Oké, in de film wordt Bond achtervolgd in zijn Alfa door de politie. En op een gegeven moment gaat hij de snelweg af. Dat is hier achter mij. Daar komt hij aanrijden. En dan rijdt hij zo daar dat tunneltje in. Hier hebben we even tijd om eruit te gaan en de benen te strekken. En het is wel cool dat ze dat hier hebben opgenomen. Ze hebben zelfs uitgevogeld waar ze de camera's hebben neergezet en zo. Ik zal eens kijken of ik in de video ook de echte scène ertussen kan knippen. Komt helemaal goed. We zijn even op pad. De volgende locatie zit eigenlijk niet in de film. Het is het huis van de Britse ambassadeur. Het is in de film aan het begin als 009 ontsnapt met het ei, verkleed als clown. Dan valt hij dat huis binnen en dan rolt hij dat ei zo naar binnen en dan valt hij daar dood neer, geloof ik. Ze hebben een ander huis gebruikt, geloof ik. Of het huis nagebouwd op de set. Ik weet het niet precies, maar we gaan nu dus naar het echte huis van die ambassadeur. En het schijnt er wel op te lijken. Nou, ik ben benieuwd. Ik weet niet eens welk huis het is. Dus we gaan het zo zien. Hier achter me zie je dus het huis van de ambassadeur. Je ziet meteen ook een beetje dat het even wennen is voor deze mensen om ineens een bus met 70 James Bond fans over de vloer te krijgen. Ik denk ook niet dat we echt naar binnen gaan. Dit is dus waar 009 met het mes in zijn rug naar binnen rolt. Volgens mij was het via de achterdeur in de tuin. Nam dat.
Your guests have arrived, Ambassador. We should go, my dear. De laatste locatie van de middag. We zijn in Spandau, dat is een buitenstad van Berlijn. Het is een klein stukje rijden. Dit is waar de achtervolgingsscène begint met een motoragent. En achter mij hier komt Bond rijden. En die rijdt dan hier deze weg achter mij, rijdt hij langs. En hij duikt daar achter mij, duikt hij weer de hoek om. Het is een mooi plekje, oude binnenstad. Het is typisch Duits. En nou ja, het is leuk om hier even te zijn. Je vraagt je misschien af van waar is dan die scène opgenomen dat Bond in de telefooncel of bij die vrouw in die telefooncel staat en dat hij niet kan bellen. Het is nog allemaal voor het mobiele telefoontijdperk, deze film. Maar die telefooncel en die hele scène is opgenomen in Pinewood Studios in Londen. Ze hadden daar toevallig op datzelfde moment opnames van een film die zich afspeelde in een Duits dorpje. En daar konden zij makkelijk even gebruik van maken. Dus dat hele Duitse dorpje is helemaal niet in Duitsland. Alleen hele kleine shots van die achtervolging. Zo leer je nog eens wat, hè? Bitte! Nichts kann! Nehmen Sie ein wenig, da bist du vor! Diese Engländer, die sind ganz verrückt! Bitte, Fräulein, erst fertig! Was machen Sie mit... Hey! Das ist mein Auto, wir gehen! Ik sta hier in een prachtig parkje. Tijd voor het volgende onderdeel. Achter mij het Duitse Spionnenmuseum. Of Deutsche Spionmuseum. Of zoiets. German Spy Museum, whatever. Goed, we gaan naar binnen. Ineens is het heel druk in het Spionnenmuseum. Want achter mij, ik weet niet of je haar ziet, staat Maud Adams. Ze is daar al. Ze is onderdeel straks van de tour dat we samen met haar op de foto kunnen en een handtekening geven. Maar goed. Af en toe een beetje draaien, maar iedereen wil met haar alvast gezien worden. Dus vandaar dat het even oponthoud is hier. I wondered when you might arrive. So you are the mysterious octopus. And you are James Bond, 007 license to kill. Am I to be your target for tonight? Well, not necessarily. Depends how much you tell me about jewelry smuggling. And why one of our agents was killed in East Berlin. De rondleiding begint. Kijk eens wie er achter me staat. Ik ga kijken of ik kleine stukjes kan filmen. Het is een beetje donker hier. I will be your guide for the next 40 minutes. If you have any questions, just go ahead. I'm always happy about questions and I try to be able to answer them as well as possible. In the middle, then surrounding the letters, there are also letters again. You can also use numbers or symbols, so there are different ways. Here we have now different encoding machines, also a Swiss one and a Soviet one, and both machines were then developed after the Enigma we have up here. And I will show you the real system now in the following section, and we can just start with these shoes here. I know the showcases are quite small, so I hope you can still see what's behind. So yeah, in these shoes, they actually built a bucket. Like a bucket with which you could also track again conversations. And then obviously they put a heel on top, so that even from the outside or from underneath, the shoes looked totally normal.
and everything falls out of the back. And normally you would have to get the SIM card out and get the battery out, but it's all been done. So in the film, you see, you take the back out, turn. In het winkeltje ervan. En er is straks gelegenheid om dingen te laten signeren. Ik heb een boek mee waarvan ik, waarin ik de handtekeningen altijd verzamel van de bonte vrouwen die ik tot nu toe heb ontmoet. Dus ik ga zo'n handtekening vragen aan Maud Adams. Dat is wel heel erg cool. Er is dan ook nog natuurlijk de filmvertoning van Octopussy. En we eindigen ook nog met een Q&A waarin ze wordt geïnterviewd. Dus we hebben nog een flinke avond voor de boeg. Cool. And so I had to impress her fast, so I did something like this. Oh. Have you seen that before? No? Can you hold your hands, please? Okay, try this. Maud Adams, a magician from Copenhagen, and two red balls. That would be a nice Facebook update. Okay, so now. 1, 2, 3, 4, 5, you close. 6, 7. And you got 2. You know, there are some rules in magic. Never repeat a trick. But if you do it backwards, it's okay. So you get 2 this time, and you can use 2 hands to keep it safe. And I'll try to make one appear into my hand. It's empty, 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 empty. Watch. Ah, there it is, yeah. The hardest part is to get it back. So now, you got 2 again. Check it out. You can check it out. Oh! Oh. It must have been. Roger Moore sagt, Sie sind das beste Bond-Girl. Cubby Broccoli hat gesagt, Sie sind fantastisch. Roger Moore sagte, Sie sind stets ruhig und bereit. Wie schätzen Sie sich selbst ein? They're all lying. Why? Oh, they're good friends and I guess they're very complimentary. I'm very pleased to hear that. Thank you. Die letzte Frage geht ganz weit zurück. In das Jahr 1963. Ein Mann kommt in ein Geschäft und macht ein Foto von Ihnen und schickt das Foto ein. Damit startet Ihre Modelkarriere. Aber jetzt die Frage, wir wissen, was aus Ihnen geworden ist. Was ist aus dem Mann geworden? Oh. You really want to know? Yes. Haben Sie Kontakt weiter zu ihm gehabt? Sind Sie... I assume you're talking about the man who photographed me in Sweden. Yeah. He was a local photographer. He was very well known. Mainly he did nature photography. And yes, I used to see him every time I still go back to Lulu, where I'm from, and I'm going there tomorrow. He's unfortunately gone by now, but he was working for a long, long time. His son has taken over the business. His wife's still alive. I see her when I'm there. And he took this photograph of me and sent it into this magazine, which I had no idea that he was going to do. And the fact that sort of started my career rolling, and I ended up being model of the year and started the modeling careers. It's all his fault. Well, actually, I have a lot to... Ich danke Ihnen für so viel Offenheit, für die netten Gespräche und die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Ich denke, dass Andreas Pott vom James Bond Club auch noch was dazu sagen wird. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Thank you. Ich wünsche allen eine gute Heimreise. Nou, dat was het dan. Het zit erop. De film is afgelopen. Ik heb mijn handtekening in mijn boek. Het interview is afgelopen. En daarmee ook eigenlijk dit weekend. Het is zaterdagavond. Het is nog niet super laat, maar ik ben echt ontzettend gaar. Ben nu net uit het museum gelopen. Ik hoop dat je het leuk vond om op deze manier te kijken naar mijn avontuur hier in Berlijn. Ik kan het erg aanraden om een keer deze stad te bezoeken. En ik vond het natuurlijk ontzettend gaaf om de locaties hier te zien. En om Maud Adams te ontmoeten. Dat is hem dan voor deze keer. Wie weet, tot de volgende keer. Hoi.